Start vrij. En er is één, of misschien meerdere wedders, enorm overtuigd van paard nummer 14, Horizon DMI. €1,30 is de quote op dit moment. En dat maakt dat alle overige paarden aan een fortuin te verkrijgen zijn. Nou, we gaan eens even zien hoe die Christophe de Puyter het ervan af gaat brengen. En of hij daadwerkelijk aan 1,30 blijft staan en al die andere paarden zo hoog. Daar gaat hij, de favoriet, in het wit met de iets wat paarsblauwachtige mouwen. Horizon DMI is in het tweede gelid achter de startauto met de overige paarden. En de auto zet zich in beweging en is op dit moment op circa 100 meter van het startpunt. Het gaat mis met de Galway Danica. En daar zit natuurlijk Kennis de Janeiro achter. En zo spreken er meer paarden. En de start is gevallen. En conform de verwachting komt dan aan de buitenzijde Capaslo naar voren om het heft in handen te nemen. En komt op de mooie tweede plaats te liggen Floris van Egmond. Dat is de situatie als aan de wijde buitenzijde Girly Purple zich meldt. Dat doet hij samen met paard nummer 7. Die is ook in handen van Bas Krebas. En dat is Jack Belly. We hebben nog twee rondes te gaan. En de Belgen achterin die redden zich goed door die eerste bocht. En we hebben Capaslo die het veld hier de weg wijst. En we zien wel in het achterveld een galop. Op paden van een deelnemer die daar het bit behoorlijk oppakt. Is dat, Hanna, moeilijk te zien. Het zijn voor mij ook veelal nieuwe kleuren. Maar het comité gaat zo dadelijk ongetwijfeld hulp bieden. Er wordt ook hulp geboden dat het paard... Uitgeschakeld, 3-3 galop. In ieder geval naar de buitenkant van de baan kan. En het was Denise Pennekamp in een nieuwe pak met Gaming Griff die daar behoorlijk aan de reutel is. Maar alles is goed afgelopen en het is Capaslo die het veld de weg wijst. Capaslo aan de buitenzijde, de stalgenoot Jack Belly. Zo deden ze dat ook op Victoria Park. Met aan de binnenzijde Floris van Egmond. Daarachter hebben we dan in vierde stelling aan de buitenzijde nummer 13 van Golden Green. Die ligt daar toch wel in een zetel. En vormt de rug voor het paard erachter. Dat is Giel Wildhagen met zijn Girly Purple. En kijken we iets verder weg zien we de roze kleuren van Gavroche Bocq. En we zien dat er een deelnemer voor het veld galopperend uitgaat. Maar die nummer 5, Capaslo, die heeft daar volgens nog geen last van. En wijst het veld de weg op de tweede plaats. Dan aan de buitenzijde Jack Belly. Aan de binnenzijde Floris van Egmond. De 13, die Golden Green, die zit daar toch prachtig geplaatst. Aan de binnenkant hebben we Galway Danica. En achter Galway Danica Guinness de Janeiro. En er gaat wat reactie komen van de favoriet Horizon Demi. Hij acht de tijd. Rijp aan de buitenzijde om het hele veld daar voorbij te lopen. Het lijkt wel een kleine lage landen die we hier beleven. Terwijl we op grote achterstand ook paard nummer 10 Eternal Wood ontwaren. Paarden ronden de bocht, gaan op weg naar de overkant van de baan. En hij beukt door aan de buitenzijde, die Horizon Demi. En is inmiddels naast de koploper gekomen. Maar dat is nog altijd die Capaslo. En die neemt de rit aan hoor. Capaslo met verder weg dan Jack Belly aan de binnenzijde. Floris van Egmond. En daarachter ligt met de handen vol die Misha Brouwer achter Golden Green. Dat zou misschien wel eens de oplossing van deze koers kunnen zijn. Gennis de Janeiro ligt erbij. Curly Davriel begint naar voren te komen met Langeweg Junior in het buitelse spoor. En zo schuift het allemaal wat ineen. Komen de grote namen vanuit het achterveld naar voren. Ook Flumboro lijkt zich daar te komen melden met Hanna Huygens. Maar vooraan heeft Horizon Dami inmiddels de koploper te pakken. Maar Langeweg Junior in het buitelse spoor. Die komt daar met grote passen naar voren met Curly Davriel. Die is inmiddels op de tweede plaats gekomen. Want Horizon Dami heeft daar de leiding overgenomen. Jack Belly maakt de galopade. En Golden Green was het paard dat daar heel veel last van had. En we komen in de laatste rechte lijn. Die Horizon Dami begint weg te lopen. De ruimte komt van Floris van Egmond. Floris van Egmond die zet als eerste dan de aanval in. Aan de binnenzijde ligt Capaslo er nog altijd goed bij. Daarachter komt Golden Green nog een keer terug voor meer. Maar het is Horizon Dami die nog altijd leidt. Maar hij komt met elke stap dichterbij. Floris van Egmond aan de buitenzijde. Maar het lijkt erop dat hij toch de zaken stevig onder controle heeft. We gaan de laatste meters in. Horizon Dami. Floris van Egmond vanuit het achterveld. Ook nog die Gavroche Bocq met nummer 12. Heel sterk. Maar het is de 14 die het wint. De 14 voor de 2. En een bunch op de plaatsen. Daar heeft de aankomstrechter het laatste woord. Dan de 15. Daar zit volgens mij ook nog de 16 bij. En daartussenin Hugo Langeweg junior. En de 13 aan de binnenkant.